Nogmaals hartelijk welkom allemaal bij deze masterclass over sensitief werken in de eerste 1000 dagen. Met de focus op stress en bestaanszekerheid en bedoeld voor kansrijke startcoalities. Heel fijn dat zoveel zich hebben aangemeld. Mijn naam is Samira Dibi. En samen met een aantal collega's die zich in de loop van de webinar aan jullie gaan voorstellen, hebben we dit webinar inhoud gegeven. Voordat we gaan starten wil ik nog wat huishoudelijke mededelingen met jullie delen. En de agenda van vandaag. Zoals ik net al zei, wordt het webinar opgenomen en wordt de link achteraf met jullie gedeeld. Je hebt pen en papier nodig voor een activiteit later in het webinar. En om een goed beeld te krijgen van het webinar kun je rechtsboven klikken op het icoontje naast het begrip weergeven. Dan klik je galerij aan en dan krijg je het juiste beeld. Dus rechtsboven klik je op weergeven. Dan op galerij en dan krijg je het juiste beeld. Ik wil even de agenda met jullie delen. Dan weten jullie wat we de komende 1,5 uur gaan doen. Zeker wil ik doen. Goedemorgen allemaal. Het programma van vandaag. Net heeft Samira het welkom en de introductie gedaan. Straks gaan we starten met een oefening voor jullie allemaal. Vervolgens gaat onze collega Marieke in gesprek met ervaringsdeskundige Jessica van Hintem, die vandaag bij ons aanwezig is. Onze collega Sanne deelt een stukje over theorie achter al deze ervaringen. Theorie over bestaansonzekerheid, stress en gezondheid. Aan het eind nemen we alles wat we gehoord hebben en ervaren hebben in deze meeting mee naar de breakout rooms. En gaan jullie zelf in gesprek. Wat betekent dit voor jou als professional, als beleidsmaker? En wat kan je de volgende dag al gelijk doen? En we sluiten af met een korte evaluatie. Dankjewel, Wendy. Oké. Nou, stressvolle omstandigheden in een gezin beïnvloeden de ontwikkeling van kinderen, zowel voor als na de geboorte. En bestaansonzekerheid veroorzaakt veel stress, weten we. Als kinderen opgroeien onder aanhoudende stressvolle omstandigheden, kan dat leiden tot grote kansen en gezondheidsverschillen met levenslange gevolgen. En ook weten we dat veel ouders of aanstaande ouders contacten met instanties als een extra stressor ervaren, bovenop de uitdagingen die mensen al hebben. Nou, hoe kun jij nu vanuit jouw rol en vanuit de coalitie op een positieve manier bijdragen aan het verminderen van die stress? In deze masterclass laten we je ervaren en kennis opdoen wat stress met mensen doet en ontdek je hoe je vanuit je eigen rol hier rekening mee kunt houden in de praktijk. We hebben het dan over stresssensitief werken. Hoe sluit je vanuit je eigen rol aan bij ouders en aanstaande ouders die stress ervaren? Wat kun je vanuit beleidsperspectief doen om stress te verlichten? En hoe lever je samen met jouw coalitiepartners hier een positieve bijdrage aan? Ik wil jullie vragen om een moment te nemen om jullie verwachtingen in de chat te zetten van dit webinar. En dan kunnen we na dit webinar nog een stukje evaluatie invoeren. En dan kunnen we kijken of dit webinar straks aan jouw behoeftes heeft voldaan. Dus als je in de chat even wil zetten je opmerkingen, dan kom ik daar zo meteen nog even op terug. Dan geef ik jullie even de tijd daarvoor. Ik zie staan, er zijn veel ad hoc acties. Onze tijdtassen helpen die nu echt. Nu kun je duurzaam stress verminderen. Hoe kun je stress zien? Ik zou graag een tip willen hebben wat we als coalitie kunnen doen om stress bij ouders en kinderen te verminderen. Ik ben benieuwd naar de dynamiek van een in- en kansrijke startcoalitie en gemeente adviseer. Informatie over het belang van stress om te werken en hoe een kansrijke startcoalitie stappen in kan zetten. Ja, praktische informatie. Interessante ochtend, signaleren en ervaringen horen. Nou, ik zie een aantal verwachtingen die we zeker, denk ik, wel gaan waarmaken in dit webinar. Ik wil nu graag het woord geven aan mijn collega Marieke Stopel. Zij zal een oefening met jullie doen. En na de oefening wordt duidelijk waar deze oefening over gaat. Ook komt Jessica van Hintem aan het woord. Maar nu eerst de oefening met Marieke. Goedemorgen allemaal. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ik doe deze oefening ook al, Samira, met Jessica samen. Ja. We gaan namelijk een experiment doen. Hebben jullie allemaal
pen en papier bij de hand. Allerbelangrijkste op dit moment. En leg dan vooral het blad horizontaal neer. We gaan jullie zo twee taakjes geven. Het eerste is het opschrijven van een zin. Ik ga jullie nu alvast de zin geven, dan weet je straks wat je te verwachten staat. Jessica gaat het geheel timen. Wacht nog even met opschrijven. De zin is: stress heeft invloed op de werking van je brein. Dat is dus de zin. Nadat je de zin hebt opgeschreven, wil ik je vragen om door te gaan met de tweede taak. De tweede taak is een getallenreeks opschrijven. De getallenreeks is letterlijk 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 39. Waarom 39? De zin die ik al gegeven heb bestaat uit 39 karakters. Jessica gaat jullie zo vertellen waar jullie zitten in de tijd. Dus een beetje stressvol, het gaat op tijd. Op een gegeven moment stop ik. Misschien ben je dan al klaar met beide taken en anders ga je vaststellen waar je bent. Sommige mensen van jullie denken nu, er zit een addertje onder het gras. Nou, maar die zit hier helemaal niet bij deze, bij dit deel van de oefening. Maar we gaan nu starten. Ik herhaal de zin. Stress heeft invloed op de werking van je brein. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Oké, dan start ik met aftellen. 3, 2, 1, start. Begin maar met schrijven. 5 seconden voorbij. 10 seconden voorbij. 15 seconden voorbij. 20 seconden voorbij. 25 seconden voorbij. 30, we zitten op 30. 30 seconden. 35 seconden voorbij, jongens. 40 seconden voorbij. Heel mooi, dan stoppen we nu de tijd, Jessica. Misschien ben je al klaar, misschien ben je nog niet klaar. Maar volgens mij was dit best wel een appeltje-eitje. Goed te doen, het was eenvoudig, achter elkaar. Maar goed, nu komt het. Nu ga ik jullie weer taken geven. Ik wil nu eigenlijk vragen om je een nieuw blaadje te pakken. Of vouw het huidige blaadje even om. Scheur het af. We gaan nu door. Ik wil je straks weer vragen om exact dezelfde zin te schrijven. Stress heeft invloed op de werking van je brein. Ik wil je ook weer vragen om exact dezelfde getallenreeks op te schrijven. 1 tot en met 39. Hoe simpel kan het zijn? Maar let op. Nu komt de twist. Ik wil je vragen om de taak switchen te doen. Oftewel, letter, cijfer, letter, cijfer, letter, cijfer. Je voelt hem al aankomen. Jessica gaat opnieuw de tijd aangeven. Ik ga nog 1 keer de zin aangeven, want ik weet dat het door je hoofd kan vliegen. De zin is: stress heeft invloed op de werking van je brein. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2... 1, go! Vijf seconden voorbij. 10 seconden voorbij. 15 seconden zijn er al voorbij. We zitten op 20 seconden voorbij. Oeh, dat gaat hard, Jessica. Voel je? Ja. 25 seconden zitten we op. Oh man, kijken jullie ook naar je handschrift? 30 seconden jongens, 30 seconden. 35 seconden alweer. Woehoe. 40 seconden zijn er voorbij. Leg die pennen maar neer jongens, leg die pennen maar neer. Misschien ben je al klaar, maar de kans is groot dat je nog bezig bent. Ik ben heel benieuwd, of wij zijn heel benieuwd hè Jessica. Hoe voelde dit? Wil je eens even vertellen in de chat hoe dit voor jullie voelde. Opgejaagd zie ik al. Lichte stress. Niet te halen. Woehoe, niet luisteren, dan lukt het beter. Ik word snel rommelig. Ik moest jullie heel bewust negeren. Het gaat zo hard. Ik word wat hier stress van. Leuk om te ervaren.
lukt beter in een rustige omgeving. Ik dacht wel dat het me zou lukken, maar ik zie het dus niet. Oké, hardop tellen hielp. Heel interessant, opgejaagd nogmaals. De zin klopte niet. Oeh, scherp. Wauw. Mooi, ja, mooi. Nou, dat is precies het gevoel wat we bij jullie wilden creëren, Jessica. Ja, superleuk. Ja, want jij kent dit gevoel heel sterk. Ja. Ja, zeker. Ik heb tijdens mijn zwangerschappen ontzettend veel stress ervaren. En de manier waarop dat zich opstapelt, heb je in die positie niet door. Maar die is killing. Ik verloor mijn baan doordat ik zwanger raakte. En daardoor kon ik gaan. Mijn man was net na 7 vaste dienstjaren ontslagen. Dus die werkte af en aan via het uitzendbureau. Dus het bood allemaal niet echt veel zekerheid van inkomen. En als je zwanger bent, wil je natuurlijk je kamertje en de wagen en alles aankopen. En je wil natuurlijk de mooiste spulletjes. Maar daar moet je natuurlijk wel budget voor hebben. En er was al een lichte huurachterstand. Dus het was al niet echt super handig. En er was op een gegeven moment loonbeslag en bankbeslag. Dus dat stapelt zich op. Waardoor je op een gegeven moment geen uitweg meer ziet. En ook de post niet meer openmaakt. Want ja, dat heeft toch geen zin om dat te lezen, want je weet dat je toch niet kan betalen. Uiteindelijk zijn we verhuisd, bij mijn ouders ingetrokken, om meer huurachterstand te voorkomen en het proberen af te betalen met de weinige inkomsten die we hadden. En toen kwamen we terecht in het washok van mijn ouders. Ik noem het het traumahok, want ik heb er wel een licht trauma aan overgehouden. En dat washok was, ik denk, 8 vierkante meter, ruimte voor een bed. En de wagenbak van de kinderwagen van mijn zus diende als wiegje. En de wasmachine van mijn ouders stond ernaast. En we sliepen op een aerobed, want er was geen geld voor een stevig bed met matras. Dus erg comfortabel lag dat ook niet. Dat brengt ook weer stress. Mm-hmm. En al deze stress veroorzaakte dat de baby in mijn buik een groeiachterstand opliep. Dus dat was wel heftig. Al die stressfactoren die dan meespelen. Het niet hebben van inkomen of zeker inkomen. Het niet op orde hebben van een kamertje. Er komt hulpverlening in beeld in de vorm van je gaat kraamhulp aanvragen. Daar zitten eigen bijdragers aan wat stress geeft. Je wil een kamertje laten zien aan de hulpverlener die bij je thuis komt. Om te checken of dat je het bedje goed hebt opgemaakt. En ja, heb je dat dan wel gedaan? En de post vind je onderhand weer langzaam als je weer terug bij je ouders gaat wonen. En daar dus ook de deurwaarders bij je ouders aan de deur. En ja, het was één bak ellende en het stapelt zich op, waardoor je op een gegeven moment niet meer gaat handelen. Je gaat lekker in de negeerstand zitten. Ja, dat is veel makkelijker. Jessica, en wat stapelde zich allemaal op? Nou, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, voornamelijk de niet hebben van geld zorgt ervoor dat je niet kan voorzien in je basisbehoeften. En als je zwanger bent, is dat gewoon goede zorg. Dat is het hebben van een plekje waar je veilig kan zijn, veilig voor de baby kan zijn. Het hebben van nette spulletjes. Ik bedoel, iedere moeder in spe wilde babykleertjes 3600 keer op gaan vouwen en ruiken aan de zwitsergeurtjes en het wiegje 300 keer opmaken. Maar dat soort momenten heb je niet, want daar sta je niet bij stil. Je bent alleen maar bezig met de post die slecht nieuws gaat brengen, de deurwaarders die aan de deur kwamen, de huurachterstand die in rechtszaak werd, wat weer kosten met zich meebrengt, de verloskundige waar ik bij liep, die stuurde me door naar het ziekenhuis. Dan moet je parkeerkosten bij het ziekenhuis betalen en ik moest iedere week voor controle. Heb je wel benzine om bij het ziekenhuis te komen? Je gaat zorg mijden, want ja, als er geen geld is, kan je er ook niet naartoe. Mm-hmm. Er werden kosten in rekening gebracht omdat ik de afspraak te laten af had gezegd door het niet hebben van benzine. Er speelt zoveel op zo'n moment, waardoor je op een gegeven moment ga je alles negeren. Je denkt, ja, laat maar, het heeft geen zin. Want waar doe je het nog voor? Je hebt geen inkomsten, je hebt geen benzine, je hebt geen fijne plek voor jezelf, voor je gezin, waar je kan genieten van je babytje. Je hebt geen commode, je hebt geen fatsoenlijke kinderwagen. Ik had niet eens een kamertje, niks niet, waar je je terug kan trekken ook. Ik bedoel, die wasmachine die ratelde natuurlijk ook gewoon door, want ja, ik heb 4 broers en zussen, dus ja, dat is. En dan, en als je het dan hebt over professionals waar je mee in aanraking kwam, wat wisten die van jouw situatie af? Hoe ging je daarmee om? Nee, ik was veel te bang dat er op de een of andere manier door een hulpverlener zou worden gezien hoe slecht het eigenlijk ging, waardoor er bijvoorbeeld veilig thuis zou worden ingeschakeld. Nou is dat op zich geen slechte organisatie.
Maar dat is wel een organisatie die voor mensen die op of onder of rond de armoedegrens leven een bepaalde machtspositie hebben die jouw kinderen weg kunnen halen. En dat wil niet zeggen dat ze dat doen, helemaal niet. Maar dat die angst die overheerst voor alles. Dus nee, ik ging niet met een hulpverlener in gesprek daarover. Achteraf heb ik daar wel spijt van, omdat ik wel ontzettend hulp nodig had. Maar de manier waarop de hulpverleners daar ook niet over spraken of daar vragen over stelden, zorgde ook niet dat ik die ruimte voelde om dat in te nemen, om te zeggen, jongens, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Die angst overheerst, het moment werd niet gecreëerd, er was geen vibe tussen mij en die hulpverlener, waardoor ik dacht, ja, tegen jou durf ik wel te zeggen dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat. En je vertelde me in het voorgesprek ook, je noemde het net al, jouw traumahok, hè? Ja. Over de situatie, dat vond ik echt heel typerend. Misschien kun jij een beetje uitleggen wat je mij vertelde over dat traumahok en een professional bij jou op bezoek kwam. Ja, de zwangerschap was uiteindelijk in die zin goed verlopen. Ik ben wel opgenomen geweest doordat ze veel te klein was. Dat gaf extra veel stress, maar uiteindelijk viel het gelukkig mee. In de week van in de kraamweek komt de verloskundige bij je thuis nakontrole doen. En toevallig was dat dezelfde verloskundige die mijn zusje op de wereld heeft geholpen. En we gingen samen naar dat hok, naar dat washok. Ja, en daar is het gewoon één grote bende. Hè. Overal liggen gewoon vuile wasmachine. Er staat een opblaasbaar bed waar die kraamvrouw op ligt. Er is een wagenbak als wiegje. Dus die verloskundige die zag wel dat het niet helemaal ging zoals het hoort te gaan, zeg maar. Maar tussendoor, Jessica, maar het voelde voor jou best oké, toch, om daar te zijn? Ja, want ik was al lang blij. Om te melden. Ja, precies. Ja, ik was eigenlijk blij met die oplossing. Ik zag dat niet als traumahok toen of als één grote bak ellende. Ik was al lang blij dat we daar konden verblijven, zodat ik geen verdere huurachterstand opliep. Dat was voor mij op dat moment een oplossing voor iets financieels. Ja. Dus ik was heel erg blij met, ook al was het een aero-bed en lag het niet comfortabel, maar ik was wel blij met die oplossing. En we gingen samen eventjes dus om privé te zitten naar mijn verblijfplaats, mijn slaapplek. En toen vroeg ze, ja, trek je het wel? En toen dacht ik, deze vraag, weet je, is bedruipt met medelijden. En in het achterhoofd dat zij ook nog de verloskundige was die ooit hier thuis is geweest in verloskundige houding, omdat ze mijn zusje ter wereld had geholpen. Daardoor dacht ik echt, nee, ik moet jou echt laten zien en voelen. Nee, het gaat helemaal fantastisch. En ja, ik heb een leuke wagenbak en ik slaap hier prima. En met de baby gaat alles goed, met mij gaat alles goed. Dus ik voelde niet die ruimte om te zeggen tegen haar, nou, het gaat helemaal niet goed. Kijk om je heen. Ik slaap tussen de vuile was en op een opblaasmatras. En natuurlijk had ik het anders willen zien. Maar doordat die vraag op een medelijdende manier werd gesteld, dacht ik, nee, ik moet echt doen alsof alles koek en ei is. En Wat had ze wel kunnen doen, Jessica? Als je in die situatie zit, wat had ze jou wel kunnen, hè? Hoe had ze dan wel iets kunnen vragen of iets kunnen zeggen tegen je? Wat had wel geholpen? Ja, ik ben heel erg van het normaliseren. Tuurlijk is het nooit normaal dat mensen in armoede leven. Laat dat voorop staan. Maar we moeten het in hulpverlenende gesprekken echt gaan normaliseren. Dat degene waarom het gaat het gevoel krijgt dat ze niet alleen zijn. Je bent niet de enige in deze rotte situatie. Je bent niet de enige die op een opblaasmatras in een of ander washok van je ouders leeft. Nee. Je bent gewoon op dit moment een mens. En ik denk dat als ze had gezegd van, goh, als ik hier om me heen kijk, dan zie ik natuurlijk niet wat ik denk dat de meeste kraamvrouwen voor zich zien. Geldt dat voor jou ook? En kan ik daarin iets betekenen? Wat heb jij nodig? Ik vind dat zo'n belangrijke vraag. Wat heb jij nodig? Ja. Maar omdat het, ja, trek je het wel. Dat is een oordelende vraag die echt wel binnenkomt. Want jij ziet mijn situatie. En toch bied je mij niet de ruimte om daarop in te gaan. Ik denk dat als ze had gevraagd, wat heb je nodig? Met daarbij benoemen, oké, ik zie jou, ik zie je baby, ik zie je partner, ik zie de leefomstandigheden. Hoe ga je daarmee om? En ik denk dat als het gesprek heel erg over mijn behoeftes zou hebben gegaan, die voor mij, maar ook die voor mijn baby, want op dat moment is dat, of je nou geld hebt of niet, die baby is het allerbelangrijkste in het leven van die moeder. Daar wil ik net zo goed heel hard voor werken als iemand met een heel mooi financieel inkomen.
Dus ik denk dat het heel erg over behoeftes moet gaan. Wat heb je nodig? En normaliseren van het gesprek. Want weet je dat er bepaalde stichtingen zijn? Weet je dat je bij deze en deze noodvoorzieningen terecht kan? Dat er regelingen zijn? En dan hoef je niet per se erop in te gaan dat ik me in die positie bevind. Maar als er al gedurende de gesprekken bij de voorcontroles, tijdens de zwangerschap, bij de verloskundige meermaals... dus niet alleen in het intakegesprek, maar meermaals genoemd wordt met... hey, ook al is het niet nodig, ik wil deze toch even onder de aandacht brengen. Er is Stichting Babyspullen, er zijn noodvoorzieningen, er zijn hulpverlenende organisaties hier in deze omgeving waar je terecht kan. Hier heb je foldertjes. Dan had ik op een gegeven moment, omdat die hulpverlener het brengt alsof het heel normaal is... want ja, ik heb meerdere cliënten die in die positie zitten. Ja. Dan had ik daar veel eerder op ingesprongen en gezegd... goh, wat interessant, ik wil daar wel meer over weten. Of ik had achter hun om... zelf naar die organisatie gebeld. Want dan heb ik die ruimte ook. Want ik kreeg foldertjes van je. Dus ik denk dat als het heel erg zou genormaliseerd zou worden... dat zou echt helpen. Zolang je maar weet dat je niet de enige bent in die nare positie. Ja, want in die zin hadden we het in het voorgesprek ook over... hè, dat prenataal huisbezoek. Dat benoemde jij volgens mij ook. Dat normaliseren van het prenataal huisbezoek. En niet het uniek of bijzonder maken ervan. In de 7 jaar dat jij in een hele complexe bestaansonzekerheid hebt gezeten met je gezin, heb je uiteindelijk 3 kinderen gekregen. Is het eigenlijk in die jaren verbeterd, weet je, dat je elke keer zwanger werd? En heb jij daar een ontwikkeling in gezien? Wat betreft hoe professionals met je omgingen of... Nee, helaas niet. Wel in de zin van dat ik een aftakeling heb gezien in het aanbieden van zorg. Ik heb er ontzettend tegenaan gelopen dat er een eigen bijdrage zit aan kraamzorg. Ja. Mijn kraampakket zat niet in de basisverzekering bij de verzekeraar waar ik toen bij zat. Omdat ik achterstand had bij de zorgverzekeraar, had ik geen aanvullende verzekering meer. Daar word je na 3 maanden uitgegooid. Dus dan kan je in die zin op bepaalde zorgdingen kan je ook geen gebruik meer van maken of aanspraak op maken. Ik heb qua hulpverlening rondom die zwangerschappen voelde ik me juist steeds minder gezien, omdat hoe kan je voor jezelf zorgen als je net bent bevallen? Daar heb je mensen om je heen voor nodig. Mensen in een slechte financiële positie, die hebben al... Ik had gewoon geen netwerk. Mijn familie was uitgeleend. Vrienden en zo had ik niet meer, want iedereen gaat leuke dingen ondernemen, maar ik had nooit geld om mee te gaan. Je verliest je sociale netwerk. En dan is het juist belangrijk dat je een hulpverlener kan inschakelen. Maar als daar dan weer kosten aan zitten die je niet kan voldoen, dan is die stap om dan daar gebruik van te maken, die maak je niet. Je gaat zorg mijden, want het kost geld. En ik had dan kraamhulp voor 1,5 uur per dag. Nou, dat was echt de controles en daarna waren ze weer weg. Terwijl ik zat er helemaal doorheen. Ik heb gehuild als ze weer de deur uitging. Want het was niet alleen fijn dat iemand je controleert nadat je een... topsport heb uitgevoerd. Maar ook dat je een luisterend oor hebt. Er is iemand die wil weten hoe het met jou gaat. Want die persoon komt daar voor jou. Ook voor je baby, maar ook voor de kraammoeder. En dan was het echt wel fijn geweest als ze meer uren beschikbaar zouden hebben. Waar ik wel heel veel aan heb gehad, is uiteindelijk... heb ik bij de gemeente gelopen, bij de kredietbank wilde ik een schuldhulpregeling op laten starten. Na 9 maanden wachtlijst was ik eindelijk aan de beurt. En... daar hebben we het bijna 3 jaar gelopen, maar ze kregen ons niet stabiel. En tijdens die 3 jaar heb ik constant met een bewindvoerder, waar ik dus geen cliënt bij was, heb ik mijn vragen neergelegd. Van, goh, mijn klantmanager pakt het zo aan, is dat wel handig? Ook nadat de gemeente ons wegstuurde met, ja, we krijgen hier niet stabiel, ga maar een bewindvoerder zoeken. Heb ik met haar contact gehad, maar dacht ik, ja, een bewindvoerder kost €200 per maand als je niet in een schuldregeling zit. Zij hielp me sowieso, ook al was ik geen cliënt bij haar, gaf ze me altijd heel fijn advies. Heel laagdrempelig en echt op mijn behoeftes. Dus met haar had ik wel een bepaald lijntje, een bepaald gevoel. En ik dacht niet van haar diensten gebruik te maken naast de kosten. Ook omdat ik dacht, ja, als de gemeente mij niet stabiel krijgt, dan gaat de bewindvoerder dat ook niet lukken. Maar uiteindelijk... zijn we jaren aan blijven modderen, gaten met gaten vullen. De vakantiegelden, de belastinginkomsten of uitgaven die je terugkrijgt, die hebben we allemaal gebruikt om steeds een beetje in stand te blijven. En uiteindelijk zijn we toch verrast met een ontruiming. Tenminste, ik werd verrast. Ik was net bevallen van mijn zoontje.
En ik heb de post niet opengemaakt. Mijn vader was terminaal ziek op dat moment. En dus mijn hoofd stond daar niet naar. En mijn man is enig kind en niet echt financieel opgevoed. Dus die had ook geen zicht op alle betalingsregelingen die ik had gemaakt toen ik dat allemaal nog deed. En daar was toen op een gegeven moment de woningbouwvereniging met politie, officier van justitie, die stonden bij mij binnen. En ik moest eruit, ik moest mijn huis uit. Ja. En dat is wel mijn kantelmoment geweest, dat ik dacht van oké, nu kan ik er echt niet meer onderuit. Want het sociaal wijkteam werd erbij gehaald. Dat zijn hier in Nijmegen nu de buurteams. En daar hoort ook Veilig Thuis bij. Dus dat was mijn nachtmerrie. En die stond in mijn huiskamer. Die gingen mij wel eens even vertellen dat ik het echt had verkloot. En dat was wel het moment dat ik dacht, oké, nu heb ik dus in die zin hulp nodig om te zorgen dat ze mijn kinderen niet afpakken. En ik moest per direct onder bewind. Dat was een voorwaarde om toch het huis te mogen houden naast het direct afbetalen van de volledige achterstand. Nou, dat heb ik met buren, familie en ik weet het allemaal niet. We hebben iedereen opgebeld die we eigenlijk al heel lang niet hadden gesproken. Maar toch is het gelukt om dat geld bij elkaar te krijgen na een dag lullen als brugman. We mochten blijven wonen, maar ik heb wel die bewindvoerder waar ik dat lijntje mee had, waar ik die klik mee had, die op mijn behoeftes afging, van wat ik nodig had, die heb ik gebeld van, wil jij mijn bewindvoerder dan zijn? Ja. En daar ben ik nog altijd dankbaar voor. Ja. Ja, want je vertelde ook dat ze je echt hielp, hè? Dus wat deed zij? Ze gaf jou een brief of zo, wat vertelde je? Ja, ik kan niet uitleggen wat dat met je doet, want die stress van het... Ik had angst voor de bel. Hè. Gewoon PTSS heb ik daar letterlijk als een van de diagnoses die ik heb, naast angst- en paniekstoornis. Je wordt gewoon bang van de bel als er constant wordt aangebeld van mensen die van alles van je willen, maar je snapt de brieven niet. Of ja, maar wat willen ze nou? En is het al zo hoog opgelopen? En doordat zij mij bewindvoering is opgestart. En ze gaf me een brief waarmee ze zei, deze kun je geven aan de mensen die bij jou aan de deur komen om geld op te halen, voor wat voor factuur er ook open staat. Die brief kan je geven en dan kan je zeggen, hier heb je een brief. En bel die mensen maar, mij niet bellen, want ik sta onder bewind. En doordat ik die brief kon afgeven, hoefde ik geen mensen meer binnen te laten in mijn huis. Ik heb vier keer een nieuwe inboedel aan moeten schaffen, omdat daar beslag op werd gelegd en is verkocht. Dat hoefde allemaal niet meer. Al die stress werd mij op dat moment uit handen genomen door één brief. Dus ik heb op een gegeven moment die brief gewoon 20 keer gekopieerd en in de gang neergelegd. En ik denk, jullie komen nooit meer bij mij over die dorpel heen. Hier heb je die brief. Ga maar lekker naar hun bellen. Want ik hoef dit niet meer te regelen. Die verlichting in druk daarin is... Ik kan tot op de dag van vandaag niet uitleggen wat dat voor verlichting geeft. Voor rust. Rust in je hoofd. Rust in je leven. Rust in je handelen. Alles. Je overziet ook hoe verrot slecht je leven de afgelopen jaren eruit heeft gezien. Want die rust komt er dan ook. Ja. Maar dat kan je handelen omdat iemand anders zaken voor jou uit handen heeft genomen. Die hulpverlener heeft gezegd, ik pak dat stuk op. En dan hoef jij dat verder niet meer te doen. Ja, dat mooi. Is heerlijk. Ja. Nou Jessica, wij kunnen nog uren doorpraten. Maar volgens mij is het beeld van de situatie waar jij in hebt gezeten en gelukkig nu niet meer in zit, volgens mij best helder overgekomen. Samira, dankjewel hiervoor. Maar Samira, neem nog even het stokje over om even te peilen wat dit bij de deelnemers van de masterclass heeft gedaan. Ja, dankjewel Jessica voor je verhaal. Ik wil de deelnemers even vragen om even de tijd te nemen om het verhaal van Jessica even te laten bezinken. Denk even na over vragen als wat doet het verhaal van Jessica met je? Wat voel je? En voel je verschil als mens en als professional? Laat het even bezinken. Denk er even over na. En je mag er iets over opschrijven als je zou willen in de chat. En dan kom ik daar zo even op terug. Ik zal de vragen even in de chat zetten. Wie zou er iets willen delen met ons? Dan kun je microfoon aandoen. Samira, ik zie één vraag ertussen die misschien wel interessant is om nog aan Jessica te stellen. Ja. Bernadette, ik weet je achternaam kan ik niet zien, maar Bernadette vraagt wat je mee aan Jessica dus, hè, wat zou je mee willen geven aan gemeenten naar aanleiding van je ervaringen?
Wat ik mee zou willen geven aan gemeenten is dat ze als Vereniging van Nederlandse Gemeentes een hoop zeggenschap hebben richting de Tweede Kamer, richting de nationale overheid, om dingen te veranderen met betrekking tot hoe die zorg is ingericht. Zoals ik uitlegde, met die kosten voor kraamzorg. We zijn een samenleving, dus waarom moeten we niet samen de kosten dragen in die basisverzekering? Waarom is die basisverzekering zo uitgeknepen? Ik denk dat de gemeente daar een mooie rol in kan pakken, ook in lokale hulpverlening. Ik denk dat er heel erg moet worden, laten we zeggen dat er zakken met geld moeten naar het feit dat er moet worden gecommuniceerd naar de inwoners welke hulpverleners zijn waar te vinden en waar dienen zij voor, welke taken hebben zij. Er zijn tal van organisaties, vooral hier bij mij in de gemeente Nijmegen, er zijn er een heleboel die hetzelfde werk doen en toch worden ze niet gevonden of weten niet van elkaars bestaan. Een van de grootste welzijnsorganisaties die ook door de gemeente Nijmegen hier gefinancierd wordt, Windkracht 10, is ontzettend belangrijke spil voor mij geweest in mijn bewindsperiode, want toen leerde ik hun kennen. Ze hebben ontzettend veel voor mij betekend, maar toch weten heel veel mensen die nog tot de doelgroep behoren, die op of rond de armoedegrens leven, want daar werk ik als vrijwilliger nog mee, die weten hun helemaal niet te vinden. Die weten niet dat ze daar gratis budgetcoaching kunnen krijgen. Die weten niet dat ze gratis andere voorzieningen, regelingen, toeslagen. Daar zijn hier allemaal stips, stedelijke informatiepunten voor ingericht. Alleen men weet deze ook niet te vinden. Ik hoorde van de stips pas na mijn schuldenperiode. En dat is jammer, want zij hadden heel veel kunnen voorkomen. Dus ik zou als gemeente, dus niet alleen als Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de urgentie laten inzien aan de Tweede Kamer, wat er veranderd moet worden aan de uitgeknepen zorg, maar ook wat ze lokaal kunnen doen aan het communiceren naar de inwoners welke hulpverlenende organisaties er zijn. Ik denk dat daar veel meer helderheid over moet worden gegeven naar mensen die... soms staat er een advertentie in een lokaal krantje en dat is hartstikke leuk, maar juist deze groep mensen moet worden herhalen. Er komt een moment dat ik denk, hé, waar heb ik dat nummer gezien? Of die website? En dat kan echt pas na 8 keer die advertentie te hebben gezien. Dus het is echt een kwestie van herhalen, communiceren naar buiten. En ja, ik snap dat die advertenties en die abris of hoe je het ook gaat aanpakken, dat geld kost. Maar als ik ga zien hoeveel geld het mij heeft gekost voor de samenleving, dat ik als schuldenaar mijn schulden heb op moeten lossen. Volgens mij kost dat enkele tonnen per jaar per gezin of per persoon. Dan denk ik, dan zijn die paar tientjes voor zo'n abri zijn zo gek nog niet. Dus echt communiceren naar buiten. En als Vereniging van Nederlandse Gemeenten heb je echt een taak om daar gehoor aan te geven, aan die urgentie. Dankjewel. En ik zie nog een opmerking van Linda de Boer staan. Ik herken het vaak bij mijn cliënten die stoppen met roken en soms ook in zo'n situatie zitten. Als het gewenst is, steek ik daar meer tijd en hulp in om de weg te wijzen naar hulp. Linda, zou je daar wat over willen vertellen? Ja, zeker. Daar wil ik graag over vertellen. Dank je. Ik heb wel eens cliënten die in uitkeringssituaties zitten. Maar de tabaksverslaving is zo heftig dat zodra het geld binnenkomt, het eerste wat dan gekocht wordt, is soms de helft van de uitkering om het meest belangrijke te kopen, namelijk tabak. En dan zien ze hoe ze de rest van de maand doorkomen. Dat wordt bijvoorbeeld goedkoop eten kopen in blik of in diepvries. En het eerste wat dan gebeurt als mensen dan rookvrij zijn en honderden euro's overhouden, is verse groenten en fruit bijvoorbeeld voor de kinderen kopen. En in de verschillende situaties die ik heb meegemaakt en ik nu ook meer betrokken ben bij kansrijke start, gaan voor mij ook aanknopingspunten vinden van... Ja, dan kun je daar of daar terecht voor die extra hulp. En dat valt helemaal buiten de coaching. Maar ik wil graag zo iemand verder helpen, omdat ik vaak weet dat voor die mensen stoppen met roken helemaal niet het urgente is. Maar dat je wel het achterliggende probleem moet aanpakken. En als je dat mee kunt nemen, dan is het een win-win situatie. Mooi. Ik ben nog even in de chat aan het kijken. Het blijft schokkend hoe juist hulpdienstverlening aan zoveel stress kan bijdragen. Terwijl een basis moet zijn dat je juist geen stress moet toevoegen. Ja.
Wat misschien ook wel een vraag is die bij meer mensen speelt, is de vraag van Letitia Kuipers. Hoe kan de angst voor veilig thuis weggenomen worden? Hè? En soms is er ook al angst voor het consultatiebureau. Hè? Dat mensen daar helemaal niet open kunnen zijn. Heb je daar tips, suggesties voor, Jessica? Ja, ik zou ook daar, ligt het weer aan communiceren. Ik denk dat er een grote taak ligt voor hulpverlenende organisaties, maar ook vanuit de overheid, lokale overheid, om aan te geven dat veilig thuis er niet is om je kinderen weg te halen. Door alle horrorverhalen die er gaan. En de doelgroep deelt voornamelijk de horrorverhalen met elkaar. Die gaan echt niet zeggen van, oh, ik heb zo'n fijne bewindvoerder. Dat is alleen maar, ja, nee, die draak gaat mij nou weer minder leefgeld geven of iets in die hoek. Dus heel erg inzetten op de positiviteit die veilig thuis biedt. En natuurlijk helpt het niet met alle horrorverhalen die zich al de ronde doen. Maar je kan wel bijvoorbeeld gaan uitleggen aan doelgroepen door lotgenotengroepen te bezoeken of door als gemeente bijeenkomsten te organiseren met wat doet Veilig Thuis nou precies. Want het is niet zozeer dat wij dat Veilig Thuis dat ook uitvoert, hè, die uithuisplaatsingen. Daar gaat zoveel aan vooraf. Het is die angst dat het kan gebeuren, die moet je wegnemen. En dat doe je alleen maar door kennis over te dragen, door uit te leggen dat zij daar eigenlijk niet voor zijn. Zij willen juist de beste positie creëren voor de kinderen. En dat is bij de vader en of moeder thuis. Ja. Hey, en ik zie nog twee vragen van... Henrike wil nog een vraag stellen. Zie ik een handje? Ja, ik zat even te denken naar aanleiding van jouw verhaal, Jessica. Van je hebt tig hulpverleners gehad, maar eigenlijk had je maar één hulpverlener nodig met aandacht. En mijn observatie is ook wel een beetje, en dat sluit aan bij wat jij deelde, van het verschralen van de zorg. Als alles, en ik wou even toetsen of dat klopt, alles wordt platgeslagen tot minuten, tot taakjes. Daarmee is het, versnippert het en is het dus nog moeilijker om bij de juiste persoon terecht te komen. Jij zegt er is heel veel hulpverlening. Klopt mijn observatie dat eigenlijk dat je eigenlijk met minder personen, maar met meer personen met aandacht, eigenlijk verder zou komen? Ja, die klopt. Ja, omdat het zo versnipperd is. Mensen weten door de bomen het bos niet meer. En ook doordat er heel veel subsidiezakjes worden uitgedeeld, voelen mensen zich geroepen om een organisatie op te starten. En hoe fantastisch die achterliggende gedachte is van die organisatie. Na een jaar is de subsidie op en verdwijnt de organisatie, terwijl deze door de doelgroep net werd gevonden. Ja, en dat is dus ook mijn dilemma die ik vooraf in de chat zet. Van wij zien heel veel vanuit Welzijn heel veel ad hoc acties langskomen. Ja. En dat is heel fijn. Maar ja, aan 2 maanden een boodschappentas. Voor de eerste noot is het heel mooi. Maar als er niks vandaan komt, ben ik zo bang dat het niks doet. Ja. Nee, we moeten inzetten op die duurzaamheid. En dat kunnen de lokale welzijnsorganisaties, die onder andere worden betaald door de gemeente, kunnen dat echt heel erg goed. Alleen omdat het zo versnipperd is, gaan andere mensen hun diensten zoeken bij die organisaties die na enkele maanden weer verdwijnen, in plaats van met die grote welzijnsorganisatie. Ik denk dat de gemeente moet beter bekijken waar hun geld in wordt geïnvesteerd in organisaties. En ik ben ook heel blij dat jij ook die eigen bijdrage voor de kraamzorg noemt. We hebben in Almelo ook gezegd dat we vanuit Kansrijke Start dus echt willen kijken hoe vaak we dat hebben vergoed. Uiteindelijk, op het moment dat je er oog voor hebt, hebben wij het, ik geloof een keer of 6 betaald vanuit het Kansrijke Startpotje. En dat heeft ons zoveel informatie gegeven dat we zeggen, oké, dit is waar we echt een punt van moeten maken. Dus wat dat betreft hebben we onze wethouder op de goede missie gestuurd. Nou, hopen dat hij ergens een luisterend oor vindt. Dankjewel voor je verhaal, Jessica. Ja, graag gedaan. Nog één vraagje van mevrouw Mulder. Je hebt ook een handje op. Je microfoon staat nog even uit. Ja. Oh. Nee, ik hoor je nog niet. Nee. Nee. Anders kun je misschien je vraag in de chat zetten. Nee, we horen je niet. Nou, dan zet je je vraag even in de chat en dan komen we daar straks even op terug. We komen daar straks in de breakout rooms, kunnen we nog wat uitgebreider met elkaar in gesprek. Ik wil nu graag het woord geven aan Sanne. Sanne geeft ons een onderbouwing
over bestaansonzekerheid in relatie tot stress en gezondheid. Sanne. Ja, dankjewel. Ik wacht even tot mijn sheets erbij komen. Ja, precies. Dankjewel, Belle. Ja, goed, aan mij de eer om jullie wat meer te vertellen over bestaanszekerheid en gezondheid. Hoe die twee zaken met elkaar samenhangen. En ook hoe je door te werken aan bestaanszekerheid kan werken aan een betere gezondheid. En ik denk, ik heb natuurlijk al mee zitten luisteren en ik heb al eerder ook met Jessica gesproken. Dus dat ik wellicht ook dubbelingen zal hebben. Of in ieder geval het verhaal wat Jessica heeft verteld. Hopelijk deels ook vertaal naar plaatjes of wat we weten uit de literatuur. Ja, hij mag naar de volgende sheet bellen. Ja, waar ik eerst nog even kort bij stil wilde staan. We hebben natuurlijk in ons werk en in ons vakgebied, ook jullie denk ik allemaal als deelnemers, vaak over mensen in een kwetsbare positie. En belangrijk om daarbij op te merken dat we dus weten dat bij mensen in een kwetsbare positie vaak een stapeling is aan verschillende problemen op verschillende domeinen die elkaar onderling versterken. Dus het gaat bijvoorbeeld om mensen die laag opgeleid zijn, maar dat betekent niet altijd, maar vaak ook dat mensen bijvoorbeeld ook minder taalvaardig zijn, minder digivaardig zijn, dat ze een slechtere gezondheid hebben, financiële problemen hebben. Dus je ziet eigenlijk een stapeling van verschillende opgaven in het leven, zeggen ze hier, die zorgen voor stress en die ook maken dat het wat lastiger wordt om deel te nemen aan de maatschappij eigenlijk. Terwijl ook op dit moment steeds meer verwacht wordt van mensen in zelfredzaamheid, zelfmanagement. Je bent eigenlijk de projectleider van je eigen leven. Maar als dat heel lastig is, dan is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je al die dingen zelf kan doen. En wellicht begrijp je niet waar je moet zijn of wantrouw je hetgeen je aan moet vragen. Of lukt het niet om online toegang te krijgen tot allerlei zaken. En we zien zeker ook met die digitalisering, hoor ik de laatste tijd in de gesprekken die we hebben met mensen die zelf in een kwetsbare positie zitten, dat sinds corona eigenlijk alleen nog maar erger is geworden. Dat er zoveel van je verwacht wordt dat je alles online kan regelen. Ja, en niet voor iedereen is dat helemaal vanzelfsprekend. En dan zien we eigenlijk verschillen ontstaan in de onder andere in de gezondheid. Mag je door naar de volgende? Nou, als we het dan hebben over sociaal-economische gezondheidsverschillen, zo noemen we dat bij VAOS dan, SEGV, dan weten we, dat herkennen jullie vast ook, dat de plek waar je geboren wordt al veel doet met de kansen die je krijgt in je leven. Dus mensen die linksboven zijn opgegroeid zullen andere kansen krijgen dan mensen die linksonder zijn geboren. Dit is Kanaleneiland versus Wilhelminapark in Utrecht. En we weten dus dat die lage opleiding een goede voorspeller is voor je levensverwachting. En dat mensen met een lage opleiding over het algemeen eerder overlijden, maar ook minder lang in een goede gezondheid leven. Dus dat is wat je hier al ziet. Dan mag je nog één keer klikken bellen. Dan zie je dat eigenlijk lage opleiding een goede voorspeller is, maar dat laag inkomen nog veel meer zegt. Want we weten dat mensen met een laag inkomen, ja, dat daar die verschillen nog veel groter zijn. Mag je naar de volgende sheet bellen? Ja, wat ook wel belangrijk is om bij stil te staan, wat ik vandaag in het eerste stuk ook al een aantal keer heb gehoord, is dat we weten dat er eigenlijk dus allerlei verschillende partijen een rol hebben hierin. En er wordt heel vaak vooral naar de gezondheidszorg gekeken, en de gezondheidszorg is hartstikke belangrijk. Maar als je kijkt naar achterliggende oorzaken van verschillen in gezondheid, dan zie je dat er eigenlijk heel andere factoren zijn die een veel grotere rol spelen. En de belangrijkste die jullie waarschijnlijk ook opvalt en waar ik vandaag dan ook vooral bij stil wil staan, is dat die bestaanszekerheid eigenlijk de allergrootste oorzaak is. Dus 35% van de gezondheidsverschillen wordt verklaard door bestaanszekerheid. Dat is het plaatje van de Wereldgezondheidsorganisatie. En zij zien bestaanszekerheid hier als financiële zekerheid en inkomenszekerheid. En dan zien we dus ook dat werken aan bestaanszekerheid een hele belangrijke sleutel is om te werken aan betere gezondheid. Ja, mag je weer door. Als we nog wat langer stilstaan bij bestaanszekerheid. Dit is een plaatje van Divosa en de VNG. Dit document heet de propositie winst van het sociaal domein.
En daar zie je dat zij ervan uitgaan dat bestaanszekerheid te maken heeft met het op orde brengen van een aantal basisvoorwaarden. En je ziet dan ook dat die 5 elementen die zij noemen, die hangen eigenlijk ook best wel samen met het stukje wat je net zag, met die, waar die oorzaken van gezondheid vandaan komen. Dus het gaat om voldoende en voorspelbaar inkomen. Het gaat om huisvesting, hè? Dus de zekerheid van een dak boven je hoofd, een geschikte woning, een betaalbare woning. De zekerheid van werk, ook mee kunnen doen in de samenleving. En ook die veilige omgeving. Dat zijn allemaal zaken die heel erg belangrijk zijn in bestaanszekerheid. En als je kijkt naar hoe bestaanszekerheid dan samenhangt met je gezondheid, dan weten we eigenlijk dat bestaansonzekerheid zorgt voor stress op al die verschillende onderdelen. En stress, nou, dat is al heel duidelijk naar voren gekomen, maar daar ga ik nog wat meer over vertellen en ook wat plaatjes over laten zien. We weten inderdaad dat stress heel erg slecht is voor je gezondheid. En dan heb ik het niet over tijdelijke stress. Je hebt bijvoorbeeld sollicitatiegesprek, dan ben je gespannen, dat voel je. Dat is een goede stress. Stress die gezond, nou, gezond, ja, daar stress die ervoor zorgt dat je goed kan presteren. Maar als je langdurig stress ervaart op allerlei verschillende terreinen, dan is dat stress die niet goed is voor je gezondheid. Volgende sheet mag bellen. Ja, en hier in dit plaatje zie je dat heel goed weergegeven. We weten dat mensen die onder langdurige stress staan, dat zij enerzijds een direct effect ervaren. Dat zie je aan de linkerkant, dus een direct effect op de gezondheid. Dus die stress kan er door allerlei mechanismen voor zorgen dat je een hoger risico hebt op hart- en vaatziekten, hoger risico op diabetes, maar ook verminderde vruchtbaarheid. Het afweersysteem heeft het effect op, dat zie je allemaal aan die linkerkant, het fysieke. Maar we weten ook dat langdurige stress en stress op allerlei verschillende domeinen zorgt voor effect op je cognitieve vaardigheden. En dat heeft dus te maken met de mate waarin je in staat bent om je te concentreren, dingen te onthouden. Impulsief gedrag is iets wat we heel veel zien bij mensen die onder hoge stress staan. Ook het moeite met plannen, organiseren. Dus dat heeft te maken met onthoud je wanneer je een afspraak hebt, kom je op tijd op de afspraak. En we zien dat al die zaken lastiger zijn als je op zoveel verschillende domeinen in je leven zoveel problemen ervaart. Ja, dat daar al je aandacht naartoe gaat. En dat het lastiger wordt om je aandacht ook voor andere zaken te behouden. Dus we zien dat dit mensen zijn die bijvoorbeeld vaak wat prikkelbaar zijn, een korter lontje hebben, dingen vergeten, te laat komen op afspraken. En dat kan allemaal deels verklaard worden door die stress die ze mogelijk ervaren. En helemaal aan de rechterkant zie je dan nog de effecten van chronische stress op de mentale gezondheid. Ja, hij mag nog verder bellen. Nou, dit sluit denk ik ook wel aan bij wat er vanochtend allemaal al gezegd is. We weten natuurlijk dat geldzorgen heel veel doen met stress. Dat geldzorgen voor stress kunnen zorgen. Maar we weten ook dat mensen dus vaak, dat zat ook in dat eerste plaatje, dus dan op verschillende domeinen van hun leven problemen ervaren. En dat het dan dus ook zo kan zijn dat ze op die verschillende domeinen stress ervaren. Dus dan is het niet alleen dat mensen geldzorgen hebben, maar het gaat bijvoorbeeld ook om de woning waar ze wonen. Of de wijk waar ze wonen. Is er overlast in de buurt? Woon je met heel veel mensen in een hele kleine woning? Heb je überhaupt een woning die gezond is? Hè? Of staat de schimmel op de muren? Nou, werkloosheid zijn allemaal factoren die voor stress kunnen zorgen. En wat ik net ook al wel voorbij hoorde komen zijn die situaties dan, die dan nog acute stress toevoegen. Dus dan krijg je een brief. Nou, dat kan een brief zijn dat je naar het ziekenhuis moet of dat je naar het consultatiebureau moet. Maar natuurlijk ook post van de deurwaarder of van de schuldhulpverlener. Begrijp je dan wat er in die brief staat? En als je ergens naartoe moet, begrijp je dan waar je moet zijn? Kun je de weg vinden? Begrijp je al die borden die wijzen waar je naartoe moet? Als je een afspraak met iemand hebt, is het dan is het mogelijk voor je om op dat moment te luisteren naar wat er gezegd wordt? Begrijp je wat er gezegd wordt? Durf je vragen te stellen? Het zijn allemaal zaken die door acute stress ook nog veel ingewikkelder kunnen worden. Dat zie je in dit plaatje vooral weergegeven. Mag je nog eentje verder? Nou, waar we bij VAROS dan ook nog wat dieper naar hebben gekeken, is die samenhang tussen geldzorgen en gezondheid. Ik ga deze niet helemaal met jullie doorlopen, maar wat hier eigenlijk het belangrijkste van is, is dat je ziet dat de twee zaken op elkaar ingrijpen en dat er sprake is van een wisselwerking. Dus enerzijds zien we dat geldzorgen kunnen zorgen voor een slechtere gezondheid, mede door de rol van stress.
En dat er daardoor allerlei fysieke en psychische problemen kunnen ontstaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat je door een slechtere gezondheid geldproblemen kan krijgen. Doordat je bijvoorbeeld minder kan gaan werken of hogere zorgkosten hebt. Dat is wat je bovenin in die twee cirkels ziet. En wat we dan onderin uitleggen is dat financiële problemen of bestaansonzekerheid ook nog kunnen zorgen voor een effect op al die andere leefomstandigheden die op zichzelf dan dus ook weer effect op de gezondheid hebben. Dus als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van de voedselbank, ja, dan ben je niet meer bezig met, of is het veel lastiger om bezig te zijn met gezond eten. Als je een heel hoog eigen risico hebt of zoveel geldproblemen hebt dat je niet durft naar de huisarts te gaan of de verwijzing naar de specialist niet durft op te volgen, nou, dan zie je dat daar problemen zijn. Arbeidsomstandigheden zijn ook al wel in eerdere sheets teruggekomen. Dus dit zijn veelal mensen met fysiek zwaar werk, met flexcontracten, dus ook onzekerheid. Nou, zo zie je dat dit allemaal samenhangt. En ja, hij mag door naar de volgende sheet. Zie je nog dat je in zo'n negatieve spiraal terecht kan komen. Ze weten eigenlijk dat ervaring is dat mensen veelal in een negatieve spiraal terechtkomen, waarin zowel de gezondheidsproblemen als de financiële problemen verergeren. En wat ik hier belangrijk vind om ook te melden, en dat heb ik ook wel eerder gehoord in het verhaal van Jessica, is dat het ook wel te maken heeft met dat mensen steeds minder zelfvertrouwen krijgen en steeds minder positief zijn op dat het wel goed af zal lopen of minder geloof in eigen kunnen. En je ziet ook dat mensen steeds verder in isolatie raken. Hè? Dus dat je steeds minder contact hebt met andere belangrijke mensen om je heen en dat je steeds verder terugtrekt. En zo zie je dat die spiraal dan steeds verder naar beneden gaat en dat er steeds nieuwe problemen bij komen en dat mensen zich slechter voelen. Ja, dan mag je naar de volgende. Nou, tot zover hoe het allemaal zit met stress, met bestaansonzekerheid. Maar wat kun je dan doen? Daar hebben we uiteraard ook wel wat ideeën over. Ja, hij mag verder. Nou, bij VAROS hebben we al enige tijd geleden de 9 principes geformuleerd. 9 principes voor een strategie om gezondheidsverschillen aan te pakken. Die kun je op de website downloaden, die kunnen we ook nasturen. Ik ga ze niet allemaal met jullie doorlopen. Maar er zijn er een aantal die ik wel belangrijk vind om te noemen. De eerste is die brede domeinoverstijgende aanpak. Dat heeft ook te maken met dat eerste plaatje, of een van de eerste plaatjes waar ik liet zien, waar je dus kan zien dat er op allerlei verschillende domeinen problemen zijn. En dat je dus ook op verschillende domeinen iets moet gaan doen. Je zag ook die 10% van gezondheid. Dat betekent dus dat als we alleen inzetten op gezondheid, dat we geen verschil gaan maken. Dus ook in de fysieke omgeving, ook bij werk en inkomen, op al die verschillende terreinen kan je aan de slag met gezondheid om impact te kunnen maken. Dan mag je naar de volgende. En daarbij is differentiëren wel heel erg belangrijk. Ik heb zelf ook veel gedaan op de rol of op de samenwerking tussen fysiek domein en gezondheid. En dan zag je bijvoorbeeld dat mensen van het fysiek domein dachten, oh ja, interessant, dan gaan we met gezondheid aan de slag. Dan maken we een fietspad voor de e-bike. Dat is een hartstikke leuk idee en dat heeft inderdaad te maken met je gezondheid, maar natuurlijk niet voor de mensen die het meeste nodig hebben. En waar we heel erg van uitgaan is dat het belangrijk is dat je gaat differentiëren. En dat je dus voor sommige mensen iets anders moet doen, of iets extra's moet doen, of iets parallel moet doen, of iets door iemand anders moet laten doen. En dat verstaan we onder gelijke kansen. En als je hier in het plaatje kijkt, dan zie je links zie je gelijkheid. Dus iedereen krijgt dezelfde fiets. En je ziet dat van de 4 mensen die een fiets hebben gekregen, eigenlijk alleen voor de dame in het roze shirt die fiets passend is. En dat de rest helemaal niks kan met die fiets. En op het rechterplaatje zie je dan dat er is gedifferentieerd en maatwerk is geleverd. En dat iedereen iets heeft gekregen wat veel beter aansluit bij zijn of haar situatie. En dat is ook binnen de zorg, binnen ondersteuning, is dat iets wat heel erg belangrijk is. Mag je verder? Een van de andere dingen die in de 9 principes staan is persoonsgerichte zorg. En ik realiseer me dat niet iedereen van de aanwezigen hier specifiek alleen maar in de zorg werkt. Maar de gedachte van persoonsgerichte zorg leveren is eigenlijk wel breder toepasbaar. Ik doe zelf veel op het thema armoede, schuld en gezondheid. Ik geef ook veel praatjes voor bijvoorbeeld schuldhulpverleners of bewindvoerders. En daar leggen we dit eigenlijk ook uit, dat het heel erg belangrijk is dat je wat breder gaat kijken naar degene die je tegenover je hebt. En
nou, hier staat dan zorg gaat leveren, ondersteuning gaat leveren, aanbod gaat leveren, wat aansluit bij wie heb je tegenover je? Wat zijn er van vaardigheden? Wat zijn de sociale omstandigheden? Wat kan iemand wel of niet? Welke ondersteuning heeft iemand? Wat is de thuissituatie? Als je dat veel beter in kaart gaat brengen, dan is het veel makkelijker om iets te leveren wat past bij waar diegene op dat moment behoefte aan heeft. En zeker zien we dat inderdaad, dat bij mensen in achterstandssituaties dat extra belangrijk is, juist door die stapeling van problemen op verschillende domeinen. Ja, mag je weer door? Nou, wat draagt dan bij aan persoonsgerichte zorg? We weten dus dat het belangrijk is dat je rekening houdt met al die verschillen. Hè? Dus zowel taalniveau, opleiding, cultuur, de rol van stress. Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om oog voor te hebben. Toegankelijke zorg en ondersteuning. Dat is vanochtend ook al wel wat vaker voorbij gekomen. Dat het wel heel belangrijk is dat je, als je aanbod hebt, dat je zorgt dat het begrijpelijk is voor mensen. Dat het vindbaar is, dat het bereikbaar is. Dat mensen weten dat het er is, weten hoe ze het aan kunnen vragen. Ja, dat zijn allemaal zaken waar je veel aandacht voor kan hebben. Ook de communicatie tijdens het consult, of nou, ik noem het hier dan een consult, maar hè, in de één-op-één communicatie kan je daarin natuurlijk ook heel erg veel doen. Door op een eenvoudige manier te communiceren, door te checken of iemand heeft begrepen wat je zegt, door de informatie ook te beperken, aan te sluiten bij waar degene behoefte aan heeft. Nou, daar alleen kan ik ook al een hele ochtend over praten. Ik ga er nu wat sneller doorheen. Nou, dan empathische communicatie. Ik had net ook opgeschreven, ik hoorde dat Jessica ergens zei. Ja, precies. De medelijden. Aan medelijden heb je natuurlijk helemaal niks. Dat ben ik helemaal met je eens. Wij gaan bij persoonsgerichte zorg heel erg uit van empathische communicatie. En dat heeft heel erg te maken met dat je je probeert te verplaatsen in de ander. Of probeert in te voelen wat de ander voelt en meemaakt. Zonder dus dat het, oh jeetje, wat erg voor je. Want daar hebben mensen helemaal niks aan. Maar je probeert echt in de schoenen van de ander te gaan staan. En vanuit die manier mee te gaan denken wat er nodig is. En daar zit bijvoorbeeld ook in dat je probeert een vertrouwensband op te bouwen. Hè? Dat je probeert ervoor te zorgen dat je een goede band hebt samen, waardoor het voor degene waar je mee aan het werken bent ook makkelijker wordt om dingen te vertellen waar ze mee zitten. Dat zit allemaal in die manier van communiceren. Nou, breed uitvragen is daarbij dan dus ook belangrijk. En ook de laatste vind ik nog wel belangrijk om te noemen. Dat heeft te maken met het feit dat je ook moet kijken waar de grenzen van jouw eigen vakgebied dan dus zijn. Want soms ben jij misschien helemaal niet de eerste die logisch is om iets te gaan doen. Of matcht het niet tussen jullie en is iemand anders iemand die je veel beter op dat moment in zou kunnen zetten. Dus dat zit ook in dat differentiëren en maatwerk leveren. En dus ook kijken wat is passend op welk moment en door wie. En dan is het binnen zo'n gemeente ook belangrijk dat je weet wat er allemaal voorhanden is. Wie wat doet, dat je naar elkaar kan doorverwijzen. Dat zit in die laatste. Dan mag je door naar de volgende. Ja, dit is een filmpje. Ik heb ook bij Gezond In veel gedaan. Gezond In is een landelijk stimuleringsprogramma waarbij we gemeenten helpen om met gezondheidsverschillen aan de slag te gaan. En daar hebben we 5 verschillende zorgprofessionals gevraagd wat volgens zorg en welzijn, sociaal domein professionals, gevraagd dat volgens diegene nou belangrijk is als je met cliënten of patiënten in gesprek gaat. En hoe zorg je nou voor een gesprek waarbij je dus een prettige sfeer creëert? Wat moet je daarin doen? Er zijn 5 filmpjes uitgekomen en ook een publicatie. En Farley, hij is zelf schuldhulpverlener en ervaringsdeskundige, hij beschrijft het op een manier die zo passend is dat ik dacht dat het hier ook wel fijn is als hij het gewoon zelf vertelt. Ik ben Farley van Eijdoren. Ik ben schuldhulpverlener, maar ik ben ook ervaringsdeskundige. Ik werk voor een aantal uren werk ik voor gemeente Utrecht, waar ik daar projecten doe bij beleid en wat rondkomen gesprekken met jongeren. En daarnaast ben ik ook eigenaar van Bureau VAT. Ik doe met Bureau VAT alles rondom schuldhulpverlening, waar aandacht nodig is om te zorgen dat mensen gemotiveerd worden, zowel in hun werk, maar ook als schuldenaar om hulp te gaan zoeken. We spreken meestal af bij het buurteam zelf. Daar hebben we speciale ruimtes ingericht waar we gesprekken voeren met mensen.
voor een rondkomend gesprek wat ik nu doe met jongeren. Daar laten we het echt aan de jongeren over. Als jij zelf mag bepalen waar je wil spreken, dan weet ik dat je daar geen stress van krijgt. Ik vind het wel fijn dat ik weet waar ik thuis kom. Voor mij is een goed gesprek het begin meteen bij de regie, laat ik bij de klant. Dus ik vraag ook steeds gedurende het gesprek, hoe vind je dat het gaat? Heb ik dingen gevraagd die je vervelend vindt? We hebben het dan ook niet over de schulden. Want daar gaat het in eerste instantie niet om. Schulden is extrinsiek. Ik begin mijn gesprekken met het probleem bij de klant intrinsiek. Want pas als de klant bewust wordt van, hé, maar dit wat ik doe is niet normaal. Dat probeer ik te bewerkstelligen, dat de klant gaat nadenken van, oh ja, ik slaap inderdaad ontzettend slecht. En ik zie mijn moeder al lang niet meer. En als wij van binnen connecten, dan gaan we in het tweede gesprek aan de buitenkant werken. Want dan kan ik je gidsen. Ik zeg heel vaak tegen mijn klanten, jij bepaalt. En ik zeg meteen, als ik de vuisten zie ballen en de gezicht, kaaklijnen zie, dan zeg ik het ook meteen. Dan herken ik dat heel vaak. En dan zeg ik van, jij bepaalt, hè? En dan stop ik het gesprek ook heel vaak. En dan ga ik drinken halen, dan kom ik terug en dan gaan we verder. En wat ik steeds probeer te doen, is de klant, in plaats dat ik hem in een situatie ga stoppen dat hij gaat vluchten, stop ik hem in situaties dat hij gaat nadenken. Dus ik vraag dan van, wat betekent dit voor jou over 3 jaar? En dat mag voor mij veel meer aan de orde komen, want dan verplicht je de case manager of trajectbegeleider om die vragen te stellen om verbinding te maken. En af en toe heb ik wel zoiets van, jij bent nog niet klaar voor een traject, want er spelen trauma's uit het verleden. Dan moet je ook niet gaan pushen. Wat je moet vermijden is de drama-driehoek. De drama-driehoek bestaat uit 3 punten. Aanklager, redder en slachtoffer. Dat moet je vermijden. Wat je vermijdt is van, waarom doe je je post niet open? Maar dat is toch niet normaal? Je zou het toch zo moeten doen? En dan, dat ben je de aanklager. En dan ga je naar de reddersrol. En dan zeg je meteen van, maar ik heb wel een oplossing voor je. Want je kan in budget beheren. Of je kan dit doen. Of ik kan een vrijwilliger naar je sturen. De klant gaat heel gauw in de slachtofferrol. Want die wordt kleiner en kleiner en kleiner. En die voelt zich al afgewezen door iedereen. En nu doe jij dat ook in jouw eerste gesprek. En dan vragen we ons af als professionals heel vaak, waarom komen ze niet terug naar een tweede gesprek? Nou, daarom dus. Omdat een klant die chronische stress heeft, heeft heel weinig nodig om zich onveilig te voelen. En daar moeten we een beetje bewust van worden. Ik vind gewoon belangrijk dat een klant zich op zijn gemak voelt. En ik wil dat hij ook merkt dat ik geen druk op hem leg. Je mag. Ja, bellen. En dan mag hij, ja, deze mag verder en de volgende mag ook verder. En ja, wil ik alleen als laatste hier nog kort bij stilstaan. Ik heb het dus vooral over persoonsgerichte zorg gehad. Ik vind het belangrijk dat jullie, om nog mee te geven, dat je dat dus op verschillende niveaus kan doen en op verschillende thema's kan doen. Dus dat heeft deels te maken met, is het in je beleid verwerkt? Het heeft te maken met samenwerking in de wijk. Begrijpelijke communicatie. Ze weten dat je dat op allerlei verschillende manieren, dat je daarmee aan de slag kan gaan. En we hebben daar binnen het programma waar ik voor werk, persoonsgerichte zorg en ondersteuning, hebben we daar een sneltest voor gemaakt, waar verschillende sub-onderdelen staan van deze thema's. Mag je eentje verder? Dus dat is iets wat ik nog na zal sturen. Dat is nu niet leesbaar, maakt het niet uit. Maar mocht je je daar nog in willen verdiepen, dan is dit wel iets wat inzicht kan geven in wat je dan allemaal kan doen en op welke terreinen. Ja, dat is denk ik waar ik het bij wilde houden. Ja, mooi Sanne. Dankjewel. Nou, jullie hebben hopelijk interessante inzichten gekregen. Wat we nu met jullie willen gaan doen is, wij willen jullie verdelen in breakout rooms met maximaal 4 personen per room. En dan willen we jullie vragen jullie ervaringen mee te nemen, of de ervaring van de afgelopen uur in de breakout rooms, en met elkaar het een en ander uit te wisselen. Je kunt uitwisselen wat ga je anders doen vanuit je professionele rol, en op welke manier kan jouw coalitie bijdragen. We zullen deze 2 vragen even in de chat zetten en dan na 15 minuten halen we jullie weer terug en dan
Dan kunnen we het vervolg inzetten. Dus even 15 minuten in de breakout rooms. Met elkaar het een en ander uitwisselen over. Wat kun je nou vanuit je professionele rol anders gaan doen? En op welke manier kan jouw coalitie bijdragen? Nou, tot over 15 minuten. Kijken of iedereen er weer is. Ja? Nou, welkom terug allemaal. Hopelijk hebben jullie interessante gesprekken gehad. Met inzichten waar je morgen mee aan de slag kunt. En we zijn erg benieuwd met datgene wat jullie allemaal hebben opgehaald. Wil iemand daar nog iets over kwijt? Wil iemand daar nog iets over delen? Dat mag ook in de chat. Mag ook je microfoon aandoen en dat delen met ons. Zijn er nog inzichten waarvan je zegt, goh, dat vind ik wel een interessante om te delen? Ik wil wat zeggen. In ons groepje vertelde René, die is van de gemeente Harderwijk, over het prenataal zorgteam. En ik werk in regio Groningen en ben betrokken bij lokale coalities, eigenlijk sowieso in Groningen en omgeving. En toen vertelde ze dat prenataal zorgteam is een soort van multidisciplinair overleg met verloskundige, kraam, JGZ, het CJG en ook een klinisch verloskundige uit het ziekenhuis. Maar ook met de aanstaande ouders erbij. En wij hebben in onze regio's al meerdere MDO's. Maar dat zijn dan meestal MDO's zonder de klant. En ik was wel benieuwd hoe ze dan dat organiseren. Maar ook hoe ze dan een soort van triage doen. Want wij hebben wel een zorgpad vroegsignalering voor kwetsbaarheid. Die mensen die worden dan aangemeld bij de JGZ. En dan gaat er een prenataal huisbezoek en vaak ook wel een bespreking in het MDO, maar dan dus zonder de klant. Dus ik vind het juist heel belangrijk dat de klant betrokken wordt. Alleen niet alle zorgvragen zijn altijd haalbaar om met een klant te bespreken in een multidisciplinair team. Want dat is natuurlijk ook qua tijd en inhoud is dat ook gewoon niet altijd haalbaar. Maar, dus ik ga erover nadenken hoe we in onze regio een triage kunnen doen op het vormgeven van een MDO. Nou, waarbij in 20 minuten 8 casussen besproken worden, maar ook een MDO waarbij de klant wel aanwezig is. En hoe we dat kunnen borgen. Maar goed, en wat ik nog wel benieuwd was, heb ik niet meer naar René gevraagd, dus of hier vanuit de gemeente dan ook een vergoeding voor is voor de zorgverleners die bij het MDO betrokken zijn. Want dat is een van de dingen waar wij wel tegenaan lopen, is dat er veel tijd, dat we veel tijd willen besteden en ook daar ook al wel veel tijd in stoppen in dit stukje kwetsbaarheid en signalering en afstemming. Maar dat het allemaal wel eigen tijd is en dat gaat wel steeds meer een drempel vormen. Hoe graag we iets ook willen, uiteindelijk houdt het ergens op. Ja. Nou, mooi om zo die inzichten met elkaar te delen, die informatie. Ik zie ook nog hier staan, Jessica gaf bij ons nog aan, iedereen heeft een rol bij het signaleren van zorg. Dus ook de buurvrouw, de cashier, et cetera. Hey, maar gezien de tijd, het is 11:26, ik wil jullie vragen, voordat we afsluiten, want afsluiten doe ik daarna, om nog even een paar minuten de tijd te nemen, als je zou willen, heel graag, om een evaluatie in te vullen van een paar korte vragen, zodat wij ook kunnen aansluiten voor het vervolg aan jullie behoeftes. Als je dat even de tijd wil nemen om die evaluatie nu even in te vullen. En dan daarna wil ik hem gezamenlijk afsluiten met jullie. De link staat in de chat. Nou, de link. Misschien zijn jullie nog het evaluatieformulier aan het invullen. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze webinar. Vanuit VAROS kunnen de kansrijke startadviseurs ondersteuning bieden, om aan de slag te kunnen. We sturen de link van de webinar en verdere informatie sturen we nog na. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie deelname, jullie tijd. En tot de volgende keer. Ja, dank jullie wel. Dank je wel.